Hey lieve rammen. Welkom bij jullie reading van augustus 2020. Dit is een algemene reading. Dus neem mee waar je iets aan hebt of iets bij voelt. En zo niet, laat het lekker voor wat het is. Dat is ook helemaal goed. Dus laten we beginnen. Wat mag ik de rammetjes meegeven? Ik lach, want ik ben zelf ook een ram, dus ik ben benieuwd wat augustus 2020 mij gaat brengen, of wat er gezegd mag worden. En waarschijnlijk gaat het nou bij deze reading weer heel lang duren voordat de kaarten eruit komen, omdat wij rammen nogal ongeduldig zijn. Iets wat ik echt mag leren. Oei, 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 oei. Ja. De eerste kaart is twijfel. En je ziet hier duidelijk, er is zonneschijn hier, achter de bomen. Die wil naar binnen schijnen, maar... het licht kan er niet helemaal doorheen komen, omdat we dus twijfelen. En wat ik voel bij deze kaart is de twijfel die je voelt. Die hoef je niet te voelen. En natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het zal je helpen als je uitspreekt wat je twijfels zijn, ten eerste. Dat durven we vaak niet, want dan moeten we ons kwetsbaar opstellen. Terwijl juist als je dat doet, ben je van je probleem af, want dan is je twijfel weg. Als je het uit durft te spreken. Verbinding is heel belangrijk. Durf je te confronteren met mensen waar je je veilig bij voelt of prettig bij voelt. Als je twijfelt over bepaalde zaken in je leven. Want dat zal je helpen. Om bepaalde angsten weg te nemen. En op die manier het jezelf veel makkelijker te maken om een bepaalde richting in te gaan. Of bepaalde keuzes te maken. Dus spreek je twijfels uit. De tweede kaart is voorspoed. Dus dat is heel mooi, want dat is een hele positieve kaart. Het kan betekenen voorspoed in je financiën, in je werk. Maar het kan ook voorspoed in de liefde betekenen. Dat is nog niet helemaal duidelijk hier waar die precies voor staat. Maar iets ziet er heel rooskleurig uit voor de ram. Ik ga daar zo meteen een verduidelijkingskaart op vragen. Maar ik ga eerst even naar de laatste kaart. En dat is zelfdestructie. En wat ik daarbij voel. En ik zie dat ook bij de twijfelkaart. Door jezelf klein te houden. Door niet in te zien wie jij daadwerkelijk bent. Jouw waarde, de waarde die jij hebt, maar die je zelf nog niet ziet, dat maakt jou kapot. Dus als je in een situatie zit waarbij je jezelf tekort doet, jezelf wegcijfert, jezelf niet op waarde schat en je niet jezelf geeft wat je verdient, dan gaat dat ten koste van jou en vooral van jouw licht, van de mooie persoon die jij bent en waarvoor je hier bent op aarde. Je bent hier niet om jezelf compleet weg te cijferen voor iemand anders.
je bent hier voor jezelf. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Of in ieder geval... je bent zoveel meer dan dat je op dit moment denkt. En het is heel jammer als je dat licht niet ziet. En ik snap het heel goed, want het is best wel apart dat dit in de reading nu eruit komt. Want ik heb ook in situaties gezeten waarbij ik dacht altijd... als degene waar ik van hou gelukkig is, dan ben ik het automatisch ook. En dat heb ik heel lang volgehouden om mezelf zo voor de gek te houden. En ik besef pas sinds kort dat het... Tuurlijk is het mooi en fijn om er voor anderen te zijn. We zijn ook hele gevoelige types. Wij rammen. Dus het leed van anderen, dat trekken we ons heel erg aan. En dat is iets moois op zich. Alleen, we moeten eerst die bodem in onszelf vinden. We moeten eerst onszelf geven wat we die anderen allemaal geven. Als we dat niet doen, dan zijn we ook niet... hulp, dan kunnen we ook niet dat betekenen wat wij denken dat we voor anderen betekenen. Dat kan niet als je zelf jezelf dat niet geeft. Snap je wat ik bedoel? Dus het is ergens heel goed als jij van binnen aan het twijfelen bent van, oh mijn god, ik weet niet of dit allemaal wel goed is wat ik aan het doen ben, want ik voel me helemaal niet blij, of ik voel me benauwd, of ik voel me gekwetst of niet fijn. Ga dan eens kijken naar wat jij echt verlangt van binnen, en of je dat ook echt allemaal jezelf geeft. En of je het ontvangt van anderen, of je ook open staat om te ontvangen. Want die voorspoed, die ligt er als je aan jezelf gaat denken. Als je ophoudt om jezelf weg te cijferen voor anderen. Dat is echt dat moet afgelopen zijn nu. Het is tijd om voor jezelf te kiezen. En als jij voor jezelf kiest, dan kies je automatisch ook voor de ander. Want als jij goed bent voor jezelf, ben je dat ook voor de ander. Je kunt niet goed zijn voor jezelf en wel voor de ander. Dat denken we dat dat kan, maar dat... In de essentie kan dat niet. Dat is een illusie. Maar daar ga ik nou niet verder op in, want dat duurt allemaal te lang. Maar durf, droom. Nee, droom, durf en doe. Ja. Dus je mag echt gaan beginnen nu met dromen. Voor jezelf. Zie het als een spel of als iets leuks. Dat je voor jezelf gaat onderzoeken waar jij nou echt blij van wordt. Waar je echt bij denkt van, oh mijn god, ja, dit vind ik leuk. Vervolgens ga je durven bepaalde stappen te zetten in die richting. En uiteindelijk zul je zien dat je dit ook heel makkelijk doet. Want wij zijn in principe heel erg strijdlustig. Als wij iets willen, dan gaan we ervoor, toch? Dan volle glorie erop af. Soms een beetje te impulsief. We mogen iets meer geduld hebben. Maar als je iets wilt, dan kun je het. En dat weet je ook. Maar misschien zit je nog in de fase dat je niet zo goed weet wat je wilt. En dat is ook oké. Maar dat is nou dus de boodschap, dat je daarover na mag gaan denken. Wat zijn jouw dromen en jouw verlangens? Jouw wensen? Niet die van de anderen of wat zal die gelukkig maken of die. Nee, jij. Geloof erin, het is onderweg. En dit is echt een super mooie kaart. Ik weet nog goed toen ik deze aan het maken was. En er zitten natuurlijk net zoals zelfdestructie, er zitten ook wat minder fijne kaarten tussen. Maar deze weet ik nog goed toen ik hem maakte. Dat heb ik echt puur op gevoel gedaan allemaal. Dit is zo'n positieve energie. Dit is gewoon echt... Die dromen die je stiekem hebt van diep van binnen, maar waar je nooit in hebt durven geloven, ga dat alsjeblieft doen. Zie dit als een teken. Ook al vind je het allemaal nog moeilijk om te geloven, dat je denkt, ja, dat zal allemaal wel. Nee, als je deze video aan het kijken bent, betekent het toch dat iets in jou je er naartoe getrokken heeft. En als je nog steeds aan het luisteren bent, dan betekent het
dat je er wel een soort van klaar voor bent om dit soort dingen tot je te kunnen laten nemen zonder meteen te denken van het is allemaal onzin, laat maar. Want het is echt onderweg voor jou. Er is iets zich aan het openen in jou. Je begint te geloven in je dromen, in jezelf, en dat je die dromen zou kunnen verwezenlijken. En dat is het begin. Dus dat is echt mega mooi. Ik ben ook blij, want het is ook voor mij natuurlijk. Ik ben ook een ram. En kijk, zelfdestructie. Ik heb zoveel geleerd in de afgelopen periode om naar mezelf te gaan kijken. En echt, het is zo lastig soms. Want je wilt bepaalde dingen van jezelf gewoon niet zien. En soms zie je ze ook echt niet. Zijn het echt blinde vlekken. Maar doordat ik heel veel, doordat ik coaching genomen heb en me heb laten spiegelen door mensen, ik wilde ook echt geconfronteerd worden, want ik wist gewoon van, ik wil nu echt eens een keer de goede kant op voor mij. Ik wil niet meer in bepaalde situaties belanden waarbij ik echt het idee heb van, waarom? Waarom gebeurt het allemaal? En hoeveel meer moet ik nog meer mijn best doen als na dit alles dat ik al geprobeerd en gedaan heb, het resultaat nog steeds eigenlijk teleurstellend is, zeg maar. En het is echt zo fijn als je er naartoe durft te gaan en durft te kijken naar de kanten van jezelf die je misschien minder fijn vindt of minder prettig vindt. Want uiteindelijk kun je daardoor andere keuzes gaan maken en voel je je zoveel fijner. Zoveel meer zelfvertrouwen, zoveel meer zelfliefde voor jezelf. En dan is het leven zoveel leuker. Dus ga geloven in die dromen die je hebt. En ga dan daadwerkelijk stappen durven zetten. Kleine stapjes, stap voor stap. Hè? Niet zoals de ram, die is hier en die wil morgen daar staan. Die wil meteen het resultaat zien, dat kan niet. En daar ben ik ook echt aan het leren, geduld. Kleine stapjes en geduld hebben. Dat is de bedoeling. Echt een mega mooie reading. Dit is het. Voor augustus. Laat me weten als iets geresoneerd heeft. Of ook achteraf als er bijvoorbeeld dingen gebeurd zijn. Of weet ik het. Ik vind het altijd leuk om reacties te lezen. En voor de rest wens ik jullie een super fijne mooie maand. Met heel veel liefde en heel veel plezier. En geniet ervan. En tot de volgende keer.